Lang, lang geleden was er eens een koninkrijk waarin de zon nooit onderging. Maar deze domme koning had al zijn geld verspild aan Telcel. Hij had geen geld om zijn oorlog te kunnen betalen en hij had een te groot rijk om zelf te kunnen besturen. Hij riep de adel bijeen om te beraadslagen over dit grote probleem. Toen kwam een mysterieuze man de zaal binnenstormen en het was niemand anders dan... And his name is John C. En hij kwam met het feodalisme. De adel vecht voor de koning en in ruil daarvoor geeft de koning hen land te leen. Dit systeem werd eeuwen gebruikt. De boeren moesten keihard werken voor de adel en ze kregen er weinig voor terug. Terwijl de adel juist steeds rijker en rijker werd. De boeren waren het zat. Ze kwamen in opstand tegen de adel en de koning. De koning, helemaal hopeloos, sprak het volk toe en vertelde dat de boeren meer recht zouden krijgen als ze weg zouden gaan en stoppen met de opstand. Een van de opstandleiders zei... Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop fucking lying. De koning verontwaardigd zei tegen zijn boeren... Do it! En dat deden de boeren. De boeren gingen weer rustig, vredig naar huis. Maar uit het niets kwam daar de ruiterij van de adel en slachtte vele opstandelingen af. Uit wraak gingen de boeren in de nacht naar de koning toe en hakten zijn kop eraf. En alles was weer goed.